De overheid had de faciliteit gecreëerd voor bedrijven die als ze bedrijfsmiddelen moesten importeren, dat je daar invoerrechten vrij zou kunnen doen. Hè? Er is een vrijstelling dan bij de invoerrechten. En dat gaat nu stopgezet worden, want het was initieel voor 6 maanden en nu aan het einde van de 6 maanden zegt de overheid dat ze dat niet meer gaan verlengen. Dus tot vandaag, 28 juni, kon nog de laatste aanvraag ingediend worden. En dat is dus niet goed voor de huidige economische situatie, maar ook dus de groei van bedrijven. En je moet nagaan, als we bedrijfsmiddelen importeren, betalen we dat in US dollars. En dat heb je dus eigenlijk, heb je dat geld nodig als je export en productie wil faciliteren. Dus je zou eigenlijk meer gebruik willen maken van die regeling. En we willen graag dat de overheid nog een keer ernaar kijkt. En eigenlijk is de vrees voor het niet meer accepteren daarvan, of niet meer in ontvangst nemen daarvan, dat een veel grotere negatieve spin-off zal hebben. Ja, je moet nagaan. De productiekosten voor bedrijven die produceren, die met heel veel zeg maar importen zaken werken, dat gaat met 25% omhoog. Dus daar heb je een impact op de producerende, maar ook exporterende bedrijven. En dat is dan weer niet goed voor de prijzen, maar ook gewoon voor het ontwikkelen van sectoren in ons land. En de duurzame creatie van werkgelegenheid en creatie van duurzaam ondernemerschap. En wat je vaak ziet is dat juist de bedrijven, want we roepen ook op voor een stukje transparantie, want zonder meer gaan er bedrijven zijn die aanvragen of toch nog een vrijstelling aanvragen. En wij willen dat dat proces ook transparant plaatsvindt. En we zijn juist in een stadium waar we praten over local content development of local added value. En dit soort besluiten werken dat tegen. En we zeggen niet dat de overheid alleen maar verkeerde besluiten neemt, want dat er ook heel wat positieve ontwikkelingen zijn. Met name maatregelen die bedoeld zijn om duurzame technologieën eigenlijk toegankelijker te maken voor het grotere publiek. Maar deze gaat ons hard raken. Dus dat gaat vooral veel bedrijven hard raken. En daarom roepen we op dat er daarover wordt nagedacht. En we praten nu met de vertegenwoordiger van de American Chamber of Commerce. Maar toch vraag ik me af, welke bedrijven en of sectoren worden allemaal door zo'n maatregel getroffen? Iedereen in de productiesector, iedereen in de exportsector, maar ook iedereen in de ICT, BPO-sector. Want je hebt altijd wel bedrijfsmiddelen die je binnenhaalt. En de American Chamber of Commerce, Suriname, daar ben ik dus de voorzitter van, die heeft dus verschillende sectoren. In alle sectoren hebben we wel leden en het impact bijna iedereen. Want we werden gebeld door de leden dat er iets aan de hand was. We wisten wel dat dit bezig was, maar we waren nog aan het inventariseren hoe groot de impact is. En toen voor ons duidelijk was dat de impact meerdere sectoren, veel sectoren raakt en veel, zeg maar, tegenwerking heeft in een al moeilijke economie, wisten we zeker dat we daarvan iets moesten zeggen en de overheid moeten vragen om nog een keer hierover na te denken, om weer de deuren te openen en te overleggen. En dat nog eens over nadenken, houdt dat in een volledige vrijstelling voor altijd of nog een periode? Wat stellen jullie voor? We stellen voor om naar nog een periode te gaan en we willen dat goed begrijpen. En voordat we komen met dit is een eis of dit is een wens, het is een wens dat we dit kunnen verlengen. En als alle zeg maar perspectieven die de ontwikkelingen waar Suriname nu voor staat uitkomen en blijkt dat we later in een vaarwater zijn waar de ondernemers zeg maar de ease of doing business beter is, dat klimaat, ondernemersklimaat beter is, dat staan we er wel voor open om te zeggen oké, nu kan het verminderd worden en het liefst gradueel en niet in één keer stoppen, maar dat we weer kijken naar wat zijn de mogelijkheden. En dit wordt uiteraard ook gezien als een bron van inkomsten voor de overheid natuurlijk. Dat begrijpen we ook, maar misschien niet zo abrupt en gewoon gradueel en kijken naar hoe ontwikkelen bedrijven zich. Is er contact geweest met het ministerie, met de minister of met iemand van de regering hierover? We zijn frequent in communicatie met de overheid. De overheid is een belangrijke stakeholder voor ons. Met name via het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business. American Chamber of Commerce staat voor het faciliteren van de businessrelaties en dus bevorderen van handel en investeringen tussen Suriname en Amerika, de Verenigde Staten van Amerika. Dus daarom hebben we heel veel contact met de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook met de president. En we hebben over dit specifieke onderwerp nog niet aan de tafel gezeten. Nee.